Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TV Meerdijk, uw wekelijkse portie nieuws over FC Emmen. En vandaag blikken wij vooruit op de wedstrijd van maandagavond tussen Jong Ajax en FC Emmen. En daarnaast hoort u het antwoord op de vraag of trainer Dick Lukien al door FC Groningen is gepolst. Maar we beginnen met Reda Kasius. De spits kwam geblesseerd bij FC Emmen, maar hij lijkt inmiddels weer fit te worden, want hij maakte de afgelopen weken al de nodige minuten als invaller en maakte zelfs een goal. Maar hoe fit is hij nu echt? En wordt het niet eens tijd voor een basisplaats? Ja, ben ik fit? Ik verlang natuurlijk wel naar meer. Daarvoor ben ik ook gekomen, daarvoor wil je ook voetballen. Je verlangt naar meer, maar we houden het wel elke keer goed in controle en kijken wat ik aan kan en wat ik niet aan kan. Maar ik moet ook wel eerlijk zijn aan mezelf en dat ik nog geen 90 minuten kan voetballen. Dus ik moet ook nog eens bewijzen op trainingen dat ik trainer laat zien van ik wil minuten maken en ik ben gretig en ik wil graag. Dus dat is aan mezelf en ik bewijs de trainer wel of ik kan voetballen of niet. Reda Kasius wordt dus fitter en fitter en mogelijk na de winterstop is hij rijp voor een basisplek. Maar één ding weten we zeker, dat is hij aankomende maandagavond tegen Jong Ajax nog niet. Waarschijnlijk zal hij weer invallen, maar later meer over de opstelling. We gaan nu eerst naar Jong Ajax zelf. Wij vroegen trainer Dick Lukien en Jeroen Veldmaten wat zij van de wedstrijd verwachten. Als een wedstrijd tegen een ploeg die ook in mijn beleving bovenin gaat blijven spelen. Heel veel kwaliteit. Goede manier van spelen, goed georganiseerd. Heel veel individuele kwaliteit. Dus wij zullen top moeten zijn om daar iets te halen. Maximale weerstand op ons niveau, vergelijkbaar met Volendam. Ja, lastige wedstrijd. Elftal met de beste talenten van Nederland. Het is altijd eventjes afwachten met wat voor namen ze komen. Ene keer is dat heel erg jong, andere keer is dat met jongens van het eerste. Nou, dat is even afwachten. Maar in hun spelfilosofie verandert er helemaal niks. Een bepaalde manier van druk zetten, een bepaalde manier van voetballen. Ja, dat zit zo in die club. Dus daar moeten wij een pittige wedstrijd van maken. Blikvangers zijn natuurlijk in het rendement Unuvar en De Waal. Beide 9 doelpunten. Maar ik vind ook dat bijvoorbeeld de linksback Salah Eddin vind ik een heerlijke speler. Fitch Jim is een hartstikke goede voetballer. Dus je kunt eigenlijk al die spelers wel bij langs gaan. Dat is een meer dan prima ploeg. Een pittige wedstrijd, zegt Jeroen Veldmaten. Niet voor niets, want Jong Ajax staat op de 4e plek. Slechts 1 plek achter FC Emmen. Aan kwaliteit dus geen gebrek in Amsterdam. Het is de 18e wedstrijd in de eerste divisie. En dat betekent dat de eerste seizoenshelft er bijna op zit. Zijn ze bij FC Emmen tevreden met hoe de zaken er nu voor staan? We hebben bijna tegen elke tegenstander gespeeld. En het is in niet veel wedstrijden makkelijk gegaan. Het was allemaal lastig. Het was allemaal stug, taai. Ploegen die zonder druk spelen. Jong ploegen. Ploegen die zich helemaal ingraven. Dus nee, dat komt ons niet aanwaaien. Ik denk als je kijkt naar ons elftal qua kwaliteit. Zijn er 2 ploegen in de hele KKD die eigenlijk het niveau kunnen halen van de Eredivisie. En ik denk dat het op dit moment Volendam zijn en FC Emmen. Geen Excelsior? Ik vind Excelsior, ze scoren veel. Spits die heel veel doelpunten maakt. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment wel valt. Want als je kijkt naar het spelwijze, ze spelen toch een beetje countervoetbal. En als je kijkt naar Volendam en Emmen, dat zijn toch 2 ploegen die constant voetballen. Dat zie je bij Excelsior niet elke keer terug. En dan nu door naar de opstelling van FC Emmen tegen Jong Ajax. Die verschilt waarschijnlijk niet veel van de formatie waarmee FC Emmen het afgelopen maandag opnam tegen Almere City. Overigens een wedstrijd die met 3-0 werd gewonnen. Dat betekent dat op doel staat Brouwer. In de verdediging van rechts naar links Luzayadio, Araujo, Veldmaten en Burnett. Verdedigend op het middenveld El Azouzi en Vlak. Aanvallend op het middenveld Tufiki, Mendes en Asenoun. En in de spits Hilterman. Ja, Tufiki staat erin omdat Peter van Ooyen waarschijnlijk nog te geblesseerd is aan zijn hamstring. En dan nu eindelijk het antwoord op de vraag waarmee we de uitzending begonnen. Of FC Groningen Dick Lukien heeft benaderd voor de positie als hoofdtrainer. U heeft het waarschijnlijk al gehoord. Er zijn vraagtekens rondom de toekomst van Danny Buijs. FC Groningen zou Kees van Wonderen van Go Ahead Eagles hebben benaderd. Maar ja, Dick Lukien heeft ook een geschiedenis bij FC Groningen. Laten we eens even horen wat hij te zeggen heeft. Nee, ik vind het niet. Geruchten moet je niet te veel op ingaan. Volgens mij heeft Groningen er ook al iets van gezegd, hè, in de vorm van Marc-Jan. Nee, dus laten we eerst afwachten hoe dingen gaan lopen bij Groningen en bij de Go Ahead Eagles. Dit was hem weer voor deze week. TV Meerdijk. Volgende week zijn we er weer. Begin volgende week met onze podcast Radio Meerdijk. En dan meer over de wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Emmen. Graag tot dan.